We planten weer steeds meer wintergroene hagen aan in Nederland. Nou, en gelukkig maar, want al die schuttingen. Nou goed, maar waarom zou je nou kiezen voor een wintergroene haag? Nou, ten eerste is het natuurlijk heel fijn om op groen uit te kijken. Ook al staat het in de lengte van je tuin, blijven hele mooie groene wanden. Het brengt leven in je tuin, want hier nestelen allemaal vogels in. En heb je vogels in je tuin, heb je automatisch ook weer minder slakken. Daarnaast neemt het natuurlijk gewoon vocht op uit je tuin. Je tuin blijft gewoon wat droger. En heb je heel veel regenwater, is het vaak ook een plek waar het overtollige regenwater weg kan zakken naar het grondwater. Heel veel redenen dus om juist te kiezen voor een wintergroene haag. Maar ja, welke ga je dan nemen? De Prunus lusitanica, oftewel de Portugese laurier. En dat is nou echt zo'n wintergroene plant die heel makkelijk heel smal is te houden. Dus als je heel weinig ruimte hebt, zou ik deze nemen. Daarnaast, met dat fris uitlopende blad, is het plaatje. De thuja, een coniferen soort. Redelijk snel groeiend en ook wel goed compact te houden, mits jij hem echt regelmatig gaat snoeien. 3-4 keer per jaar minimaal. Maar dan krijg je ook wat. Je krijgt een hele strakke, dichte haag. En kijk even naar die schubben. Ze glimmen bijna. Dan is er de taxus. Misschien wel de meest klassieke wintergroene haag die we kennen. Die kennen we echt van landhuizen en kastelen al van honderden jaren geleden. Het is een hele trage groeier. Hij is wel heel mooi donkergroen van kleur. Loopt lichter uit, soms een beetje bronskleurig bijna. Maar omdat het zo'n trage groeier is, duurt het natuurlijk langer voordat je echt een hoge afscheiding hebt. Of je moet hem al in grote mate kopen. Maar je hoeft hem ook minder te knippen. Dat is dan weer het voordeel. 2 keer per jaar ongeveer. De ilex, oftewel de hulst. Ja, de hulst is misschien wel een plant die een klein beetje naar de achtergrond is verdwenen. En dat is onwijs jammer, want hij is zo goed bruikbaar in de tuin. Ook als haag. Nou is hij van nature wat meer breed uitgroeiend. Dus als jij een smalle haag wilt en je wilt de ilex, dan moet je hem al vroeg beginnen te knippen en dat ook gewoon zo houden. Hè? Dan knip je hem zeg maar 3 keer per jaar. Hoe meer je knipt, hoe compacter die wordt. Nu heeft de hulst allemaal scherpe stekels aan de randen van het blad. Kijk, en dat houdt ook nog ongewenste indringers buiten de tuin. Kijk, bijkomend voordeel. Je verwacht het niet 1, 2, 3, maar ook de Photinia Red Robin wordt gebruikt als haagplant. Natuurlijk wel als een wat bredere haag, want het kan een behoorlijk brede struik worden die je zelfs met regelmatig snoeien niet altijd binnen de perken weet te houden. Maar als je meer ruimte hebt met dat uitlopende rode blad en het feit natuurlijk dat die wintergroen is, is het wel een toppetje en heel sterk. De Prunus laurocerasus, dat is misschien wel de allerbekendste wintergroene plant die we kennen. Nederlands naam is laurierstruik. Ideaal natuurlijk voor een wintergroene haag. Hou er rekening mee. Hij wil ook wat meer de breedte in, dus regelmatig snoeien is van groot belang. Maar dan hou je hem ook wel compact. En ja, dit is ook echt zo'n plant, daar krijg je heel veel waar voor je geld. Het is een snelle groeier, op bijna elke grondsoort doet hij het top. Nou, dan zijn er natuurlijk ook nog een paar kleinere soorten. We hebben natuurlijk de buxus. Maar ja, goed, de problemen met de buxus, die kennen we intussen, met de buxusmot en de buxusschimmel. Er zijn intussen buxusvervangers, dat zijn planten die er heel sterk op lijken, maar geen ziekte en plagen kennen. En dat is onder andere de Ilex crenata, de buxusvervanger bij uitstek. En die is zelfs zo goed dat we daar een aparte video van hebben gemaakt.